welkom in Landen voor de openingsmarge van het BFO Belgian Rally Championship, de rally van Haspengouw. Het zou een Grand Cru moeten worden dit jaar, het Belgisch Rally Kampioenschap, want twee zevenvoudige kampioenen nemen het tegen elkaar op. Dit is de eerste, Pieter Tjoen. Pieter Tjoen opnieuw met de Citroën C4 WRC waarmee hij vorig jaar naar de titel reed. Hoe ligt de eerste klasse mensenrit erbij? Ja, nat, vuil, tricky, maar ik heb rustig aan gedaan. Hoe is je tijd, denk je? Maar ik heb geen enkel risico gehad, ik heb geen enkele keer warm gehad. Dus als je niet warm hebt in zo'n omstandigheden, dan heb je niet echt snel gegaan, denk ik. Tjoen heeft zichzelf een beetje onderschat, want hij zou wel de snelste tijd neerzetten in die eerste proef. Dit is Jonas Langenakens. Het viel wel goed mee. Ik ben nog een beetje voorzichtig geweest, maar ik denk dat we wel de hele dag gaan houden van het voorzichtig aan te pakken. Het is niet simpel om met deze wagen over de proef te vliegen. Langenakens kampioen in de standaardklasse voor het eerst met een World Rally Car, de Ford Focus X-Tjoen in Cazoo. Dit is die andere zevenvoudige Belgische rallykampioen, Patrick Snijers. Zijn laatste titel dateert evenwel al van 1994, maar met de Mini wil hij er dit jaar nog eens voor gaan. Hoe is de eerste rit verlopen? Ja, het is echt op eieren rijden, want het is heel, heel verraderlijk. En je moet in het spoor blijven. Mis dat je eruit komt, is de auto weg. Dus het is heel tricky. Heel tricky, inderdaad. Die standaardklasse, dat wordt misschien iets voor Stefan Lone dit jaar. Hier heb je hem met de Mitsubishi uit de ateliers van Guy Kolsoen. En Matthias Viane, die wil het ook nog eens proberen met de WRC en Cazoo, de Subaru Impreza van NCRS. Viane start heel sterk. Dit is Geert Beaupré, iets minder snel dan Viane met een vergelijkbare Subaru Impreza WRC. En dit is een nog oudere Subaru WRC. Bestuurd door Wim Soenens. Heel wat WRC's dus aan de start daar in Landen. Dit is ook een man van de streek, van Landen zelf. Bob Kolsoen, anderhalf jaar na een laatste rally, keert hij nog eens terug aan het stuur van een Mitsubishi. Fijn zou verschuren dan met een Polo Super 2000. Vorig jaar niet echt actief geweest. Dit jaar terug met die Super 2000, net als Tuur van den Abele. Beide polo's van hetzelfde team van Gabby Goedezeune. De eerste proef die zit erop en het parcours die lag er heel glad bij, dat heeft u gezien. En dat moet ook Wim Soenens nog eens ondervinden. Problemen voor de Geco-man daar om zijn Impreza opnieuw in de juiste richting te laten wijzen. Een vijftiental seconden verloren toch voor Soenens. Steve van Bellingen, normaal gezien op de Belgische circuits, actief nu met een Renault Clio op de rallywegen. En hij doet het heel goed in de categorie van de voortrekkers. De categorie die wordt geleid door deze Citroën, bestuurder Geoffroy van der Schelde, afkomstig uit de Fiesta Sporting Trophy, dat weet u. Daar laat hij de motor even afslaan van zijn DS3. En het duurt een tijdje vooraleer hij weer op gang geraakt. Maar kan zijn weg dan toch verder zetten. Mark Streel met de opvallend gedecoreerde Mitsubishi. Gaat ook even ondervinden hoe glad het wel is in Landen. Even wat extra ploegwerk verrichten daar op die akker. Maar Streel geraakt al snel weer de goede weg op. Geert Beaupré dan. Hij heeft misschien een beetje onder de verwachtingen. Was inderdaad naar links. Er waren blijkbaar ook problemen met de Subaru. Dit is Chris van Woensel, die heeft zijn Nissan ingeruild voor deze BMW. Maar van Woensel die blijft even spectaculair, net als deze Tim van Parijs met de Porsche. Opnieuw de GT3 versie.
In de Boucle de Spa had hij uiteraard een versie uit de jaren 70. Dit is de moderne Porsche. Maar van Parijs die blijft even spectaculair. Verschuren doet het goed bij de Super 2000, is zelfs vijfde algemeen. En leidt uiteraard de S2000-klasse. Bob Consul is het duidelijk nog niet verleerd, want die strijdt met Stéphane Launay om de eer in de standaardklasse. Voorlopig is het Launay die aan het langste eind trekt. Jonas Langenakens bij zijn debuut met de Focus WRC, voorlopig op een vierde plaats algemeen. Finishte hier vorig jaar tweede, toen nog met een standaard Mitsubishi. En verliest hier wat tijd, door daarom die natte kasseien iets te ver door te schuiven. En er is niet echt veel plaats om daar te manoeuvreren. Derde plaats is voor Matthias Vianen. Was een lange tijd actief in de historic racerij. Hij gaat het nu toch eens bij de moderne proberen. Ook hij heeft daar wat moeite met die bocht. Krijgt hem niet onmiddellijk in achteruit. Dat ziet u ook op het display op het dashboard. Dat is nu gelukt. Voorzichtig met de Subaru en dan weer vol gas op die spekgladde kasseien. Patrick Snijers met de laatste generatie van de World Rally Cars, de Mini John Cooper Works. Slechts een 1600 motor, dat weet u. Moet daarom qua topsnelheid misschien iets inboeten op de Citroën C4 van Peter Tjoen. Daar tegenover staat dat Snijers misschien iets later in de remmen kan. De eerste lus is Pieter Tjoen, drie keer op vier de snelste. Ondanks deze kleine schuiver. En er zouden er nog volgen, want Tjoen die moet echt voluit gaan om Snijers achter zich te houden. Op de proef van Zepre, daar was Snijers de snelste. Toen nog eens door een akker. En terug naar het servicepark dan. Waar de eerste conclusies worden getrokken. De WRC-rijders zijn al bij al relatief tevreden met hun prestaties. En dan de tweede lus. Zelfde vier proeven. We rijden even mee met Wim Soenens. Hier Chris van Woensel, die het in de GT-categorie voorlopig moet afleggen tegen de Porsche van Tim van Parijs. Al zijn de verschillen niet echt groot. Niet evident om met zo'n Porsche over het parcours in landen te gaan. In de standaardklasse heeft Launay de leiding moeten afstaan. Want Bob Consul heeft daar het voortouw genomen. Allebei uiteraard aan het stuur van wagens uit de ateliers van Consul Rallysport. Op de vijfde plaats algemeen en beste Super 2000 Vincent Verschuren in de polo. Langenakens die ligt nog steeds vierde. Dikke twee minuten achter de leider. Maar hij houdt de man op de derde plaats in het oog. Dat is Matthias Vianen. Rijden even mee met de man op de tweede plaats, Patrick Snijers. Snijers die meer dan in de buurt van Pieter Tjoen wist te blijven. Tot hij bij de tweede doortocht van Zepre lek reed. En een handvol seconden verloor. Pieter Tjoen heeft kleine uitstapjes gemaakt. Dat ziet u mooi aan het linkje. Bovendien was ook de onboordcommunicatie een beetje onmogelijk geworden en moest Eddy Chevalier het dan maar stellen met handgebaren. Niet evident uiteraard, maar gelukkig kent Pieter Tjoen het parcours in landen een beetje. En dan terug naar het servicepark.
waar we even met de leider gaan praten. Pieter Tjoen. Klein probleempje op de eerste proef? Ja, een probleempje met de piloot. Ik ben er twee keer afgeschoven, dus... Ja, ik had gedacht dat het iets beter ging liggen dan de eerste keer. De eerste keer lag het tamelijk nat. Maar er zijn een ganse hoop piloten die echt naast de baan gaan reizen. En het was één modderpoel. Dus ik heb me twee keer laten verrassen. Maar goed, zo gelukkig zonder meer. Veel tijd verloren? Nee, ik denk dat ik daar een seconde of 5-6 laat liggen. En de tweede keer ook zoiets. Dus misschien een tiental seconden, niet echt overdreven. Dan Patrick Snijers. Dit is die lekke band waardoor je een beetje tijd verloor. Patrick, hoe is de tweede omloop gegaan? Bah, redelijk goed. Het is veel droger, maar de modderplekken die worden eigenlijk nog gladder. En het is heel verraderlijk. We hebben ook dan in de derde proef in Zepre, op de Onverhard, hebben we lek gereden, vrij vroeg al. En dan verliezen we toch wel wat tijd. Dus de proef waar we het konden goedmaken, verliezen we eigenlijk het meeste. En ja, dat is dan spijtig, maar dat hoort erbij waarschijnlijk. Als je risico's neemt, dan gebeurt dat, ja. Hoe groot is de handicap van de topsnelheid die je hebt tegenover Pieter Tjoen? Maar dat is niet zozeer die topsnelheid die telt. Is, de Citroën is sowieso voorlopig nog sneller. In sommige rallies gaan wij misschien wat voordeel hebben, omdat onze wagen wat agiler is. Maar we zullen zien, we rijden een gans kampioenschap en dit is de eerste rally. We staan nu op de tweede plaats en voorlopig is dat goed. En het is nog een halve rally, hè, dus er kan nog van alles gebeuren. Er kan inderdaad nog van alles gebeuren. Dat geldt ook voor deze Vincent Verschuren. Vincent, eerste rally met de Super 2000. Aanpassen, denk ik? Enorme aanpassing. Zeker met de weersomstandigheden. Het is zeer moeilijk. Hoe verloopt dat nu? Je komt van een groep N, dan naar een Historic, nu een Super 2000. Het zijn allemaal heel erg verschillende auto's, hè? Ja, het is eigenlijk, ja, gelijk dat gezegd, totaal verschillend. Maar de auto rijdt gemakkelijk en ik kan mij vrij goed aanpassen. Dus dat is een beetje van een voordeel. Je zit in de top 10, was dat de verwachting? Toch gehoopt, ik zou het zo zeggen. Bob Kossoel, die leidt de standaardklasse. Bob, hoe verloopt het na één jaar in activiteit? 2 jaar. Dus dat is 2 jaar geleden dat ik hier nog gereden heb. Het verloopt zeer moeilijk. Het begint toch. En nu gaan we stilletjes aan. We vorderen. We staan nu terug eerste groep N. Maar 2,5 seconden voor op Stefan Lonet. Maar het was heel moeilijk deze morgen. Het was glad. Het was vettig. Het was honderd op een hoop. Nu komen we er terug in. Dit is de tussenstand na 8 proeven. Tjoen leidt met 37 seconden voorsprong op Snijers. En dan volgen Vianen, Langenakens en Verschuren. Dit was het eerste deel. We zien u graag zo dadelijk terug. Welkom terug in Landen voor de rally van Haspengouw. De openingsmarge van het BFO Belgian Rally Championship. We zitten halverwege de wedstrijd. Er zijn nog 6 proeven te gaan. En Wim Soenens, die zit er nog steeds bij. Voorlopig is hij zich nog altijd goed aan het amuseren aan het stuur van zijn Impreza. Net als stuur van de Nabele in de Polo Super 2000. Niet altijd evident op het supergladde parcours daar. Bij de GT's is het nog steeds een duel tussen deze Chris van Hoensel in zijn BMW en de Porsche van Tim van Parijs. Ze moeten elkaar heel weinig toegeven. En van Parijs slaagt er toch nog in om onderweg een beetje de show te verzorgen. Duel ook in de standaardklasse tussen twee Mitsubishi's van Consul Rallysport. De ene bestuurd door Stefan Lonet. En een paar seconden voor Lonet rijdt Bob Kossoel. Anderhalf jaar weg geweest en nu al onmiddellijk op kop in de standaardklasse. En ook net buiten de top 5 algemeen. Een mooie comeback heet zoiets. Vincent Verschuren
Nog steeds vijfde, de Oost-Vlaming met zijn Polo Super 2000. Laat zich nog eens van zijn beste kant zien in het moderne rally gebeuren na een seizoen bij de Historics. Jonas Langenakens doet het ook steeds beter. Wint ook een plaatsje. Na de opgave van Matthias Vianen met de Subaru Impreza. Langenakens nu derde dus. Maar ver achter het strijdende topduo. Waar Patrick Snijers opnieuw wat seconden moet prijsgeven aan de Citroën C4 van Pieter Tjoen. Maar hij houdt Tjoen toch nog altijd stevig onder druk. De regerende kampioen zal geen al te grote fouten mogen maken. Prachtig dat we die mini WRC ook in België kunnen bewonderen. En Pieter Tjoen, die had halverwege een dikke halve minuut voorsprong. Dat zou moeten voldoende zijn. Maar dan gebeurt dit. Tjoen die gaat van de baan. Komt daar in een boomgaard terecht. Links. We moeten terug. En dacht daar te kunnen afsnijden, maar dat is niet gelukt. Moet dus helemaal terug. En nu? Rechts. Het is zo een pak van zijn voorsprong. Stilletjes achteruit. De Chevalier probeert zijn leider wat te kalmeren. En Tjoen ziet zijn voorsprong herleid tot een kwart minuut. Een beetje een vreemde uitstap van de Belgische kampioen. De Haspengouw was ook de eerste marge van het Connection Historic Belgian Rally Championship. Dit is Christophe Kerkhoven die met zijn Porsche 911 op de zevende plaats wist te finishen bij de Historics. Prachtige wagen. En dat is ook deze escort van Chris de Biezer. Enorm veel motorproblemen gehad op zijn Mark II. En daardoor misschien pas vijfde gefinished. Nam ook anderhalve minuut straftijd. Jan Dekens die werd vierde in zijn 911. Op een dikke elf minuten van de winnaar. Derde plaats was voor de Opel Manta van Frank Baart. Immer spectaculair zo'n Manta. Ook in de handen van Frank Baart. Glenn Janssens met zijn gele Porsche. En Stefan Prévost als co-rijder. Lange tijd in strijd om de zege bij de Historics. Maar moest het uiteindelijk toch stellen met de tweede plaats op 52 seconden van deze man, Dirk De Veu. Samen met Johnny van Grieken. Dus naar de overwinning bij de Historics gereden. We gaan even praten met Dirk De Veu. Super rally voor jou, hè? Ja, het is heel aangenaam geweest. Wij zijn deze morgen gestart, was voor iedereen natuurlijk glad. En we hebben toch een verschil gemaakt op het glad. En toen nadien ja, hebben wij min of meer de wedstrijd proberen te controleren en we zijn erin geslaagd, ja. Mooie overwinning dus voor Dirk De Veu. En we gaan ook naar de ontknoping bij het moderne luik. Chris van Woensel die moest het stellen met de tweede plaats bij de GT's. Maar er zit duidelijk potentieel in die BMW. Tuur van de Nabele die finishte net voor hem als tweede van de Super 2000. Mooie rally ook voor de polo-rijder. Tim van Parijs, immer snel, immer spectaculair en beloond met de overwinning in de GT-categorie. Mooie car control daar van Tim van Parijs.
komen we zo langzamerhand bij de top 5. Ocon Soel die stond bij het start van de laatste proef ex-aequo met Sam Verschuren. Als eerste ook in de standaardklasse, maar moest de tegenstanders in de slotproef toch laten gaan. Verloor zo ook de zege in de standaardklasse. Die was uiteindelijk toch voor Stefan Lonet. Maar de overwinning blijft een beetje bij Consul, want de wagen van Lonet komt ook uit de ateliers van Guy Consul. Sam Verschuren die wist de twee productiewagens uiteindelijk toch nog achter zich te houden. Al ging hij hier even rechtdoor, iets te laat in de remmen. Maar mooi hersteld. Toch een paar seconden verloren. En als het om seconden gaat, dan kan dat zwaar doorwegen. Gelukkig voor Verschuren wist hij dat nadien nog te herstellen. En Patrick Snijers die had uitzicht op zijn winst, een tweede plaats. Maar ging in de laatste proef er nog eens helemaal voor gaan in een poging Pieter Tjoen onder druk te zetten. Maar het liep verkeerd af voor Snijers. We zaten gewoon vast op een klein talutje. Ik weet ook niet hoe dat gekomen is. We komen af, lang rechts stuk, we gaan links in. En de auto schuift een beetje en opeens staat hij volledig dwars. En bovenop het klein talukje, niet hoog, maar genoeg om de wielen van de grond, niet echt van de grond, maar niet genoeg grip te geven. En dat was geen volk. En we hebben dan staan wachten als er mensen gekomen zijn. En ik denk dat we 20, 25 minuten verloren hebben, ik weet het eigenlijk niet. En uiteindelijk rond de 20e plaats gefinished. Patrick Snijers, jammer. Tweede plaats werd zo voor deze Jonas Langenakens, net als vorig jaar. Maar deze keer wel bij zijn debuut met de Focus WRC en daar was Langenakens heel tevreden over. Tweede bij je debuut met een echte rallywagen. Ja, wat doet dat met je? Ja, tweede, ik had het echt totaal niet verwacht. Ik had een beetje gedacht van deze rally de auto een beetje te leren kennen en mij aan te passen eraan. Maar het is eigenlijk veel sneller gegaan dan ik verwacht had. Ik heb eigenlijk de eerste ronde verloren. Omdat ik de auto nog moest leren kennen en een beetje afstellen, maar sinds toen is eigenlijk alles beginnen beter te gaan. En Pieter Tjoen doet al in de eerste rally van het Belgisch kampioenschap een uitstekende zaak. Door die pech van Snijers in de laatste proef scoort de volle pot en zijn directe tegenstander die scoort niet. Heeft dus nu al een extra joker op zak. Mooie overwinning voor Pieter Tjoen daar in Haspengouw. Het is denk ik super om het seizoen zo te kunnen beginnen. Het was geen makkelijke rally. Het was heel, heel verraderlijk en ik had een beetje moeite om ritme te vinden. Maar goed, we hebben het afgemaakt en dat is het belangrijkste. Tjoen Snijers 1-0, beschouw jij het ook zo? Het seizoen is lang. Hè. Ik bedenk, ik heb gezien dat zijn auto op bepaalde proeven heel bijzonder snel is. En ik denk in Tielt dat hij een parcours vindt die zijn auto echt goed kan liggen. Dus, ik denk die nieuwe type WRC dat we er zeker rekening mee moeten houden dit jaar. Dat het geen gezondheidswandeling zal worden. En we gaan goed bij de les moeten zijn. En, het wordt een lastig seizoen, denk ik. Dat was inderdaad ook al bewezen daar in landen. Tjoen dus voor Langenakens, Verschuren, Lonet, El Consul. En kijk naar die tijdsverschillen, ze zijn niet echt groot. Zoals steeds werd er ook een BFO Award uitgereikt aan de rijder die zich in de kijker wist te rijden. En dat was deze keer Vincent Verschuren. Krijgt zo een gratis inschrijving voor de volgende manche. En dat is in Tielt. Vincent Verschuren, eerste wedstrijd met de VW Polo Super 2000 en meteen op het podium. Hoe doe je dat? Het was eigenlijk totaal onverwacht. We hebben zoveel mogelijk bijgeleerd vandaag en ons proberen aan te passen aan de wagen, wat uiteindelijk goed gelukt is. En ja, ik ben zeer tevreden. Ik ben eigenlijk een beetje sprakloos. Je start vandaag met een heel slechte bandenkeuze. Ja, vanmorgen hebben we zeker 20 tot 25 seconden verloren. We zijn op slechtste start. Het was eigenlijk een slechte keuze, maar goed, ja, je moet leren uit onze fouten. Hè. En dan die Volkswagen Polo Super 2000. Laatste ronde ga je in met een gelijke stand met Bob Consul. En wat gaat er dan mis met Bob op onze auto?
Ik was er eerst met hem aan het spreken en hij zegt dat hij mentaal misschien gekraakt is. Ik heb mij zo goed mogelijk blijven concentreren en alles op pauze gezet. Het is gelukt. En je wint de BL Voorwaard. Wat doet dat? Ja, ik ben zeer tevreden. Ik had het nooit verwacht. Zeer tevreden. Dat is een speciaal gevoel. Sam Verschuren, beloond is met de BFO Award, mag gratis meedoen aan de volgende marge van het Belgisch Rallykampioenschap in Tielt. We zien u dan graag terug.